Hoi, ik heb voor jullie weer een Get Ready With Me of een beetje een kletsvideo. Volgens mij vonden jullie de vorige wel heel erg leuk. Dit soort video's zijn heel erg goed als je dingen wil vertellen. En dat is wat ik wil gaan doen vandaag. Ik wil gewoon met jullie gaan kletsen. Als je denkt van, wat is er met je licht? Wat zie jij er moe uit? Wat is je probleem? Wat is je probleem? Het is nu, ik heb mijn telefoon niet bij me, maar volgens mij is het iets van 9 uur of zo, 9:15. Ik heb vanmorgen gewerkt. Het is vandaag vrijdag. Nu jullie dit zien is het zaterdag. Maar ik heb vandaag gewerkt. Het is vrijdag. En dan werk ik 's ochtends ook. Dus ik kom net uit de douche. En ik ben nog een beetje moe. Want Francesca heeft vannacht om 2:30 gegeten. En om 6:00 ging ik mijn wekker. Dus ik zit in ieder geval boven. Op de hobbykamer van mijn schoonbroer. En dat is eigenlijk de enige plek waar ik even kan filmen, want de badkamer moet natuurlijk ook gewoon gebruikt worden. En bij ons op de kamer ligt Francesca nu even tv te kijken. En zo. Dus, dan weet je dat. Ik ga gewoon beginnen met mijn make-up. Ik heb hier mijn tasje, dus als je denkt van waarom kijk je omlaag, wat doe je? Ik ben mijn make-up even aan het pakken. Ik heb mijn huid al gereinigd en gedaan. En dat heb ik allemaal van tevoren al gedaan. Want ik denk, dan ben ik klaar om te filmen. Ik begin met mijn L'Oreal Infallible Foundation. Ik ben zo blij met deze foundation. Ik ga hier nog een video review van maken. Maar, oh man. Oké. In ieder geval, hoe gaat het nu? Het gaat goed. Francesca is nu inmiddels 5 maanden. Dus dat gaat erg hard. Verder ja, gaat het wel prima. Ik ben een beetje aan het stoppen met bloggen. Ik heb al een tijdje niks geplaatst. Dat komt ook gewoon omdat ik er gewoon niet veel tijd voor heb. En dan zou je zeggen van ja, maar video's maken dat kun je dus nog wel doen. En daar heb je er wel tijd voor. Dat is voor mijn doen gewoon makkelijker. Ik bedoel, zoals nu ook. Papa is bij Francesca. En ja, of andersom. Francesca is bij papa. Die liggen nog samen op bed. En dan kan ik gewoon even snel een video opnemen. Of snel, dan kan ik een video opnemen. Met artikelen schrijven is dat anders. Want artikelen, ja, daar moet je toch echt even de tijd voor nemen, vind ik. Daar moet je de tijd voor nemen en dat kan niet. Dat kan niet even snel. En met 1 artikel ben je al gauw echt wel 3 kwartier tot 1 uur bezig. Als je gewoon alles erin wil verwerken. En ik merkte ook gewoon dat ik mijn artikel wat aan het afraffelen was. Juist omdat ik er geen tijd voor had. En ik kan natuurlijk ook niet van Hilke verlangen dat hij altijd maar op Francesca let. Omdat ik bezig moet zijn met mijn blog. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus daar ben ik een beetje mee aan het stoppen. En zoals ik al zei, video's maken gaat bij mij gewoon veel sneller. En dat kan ook gewoon veel makkelijker. En dat is geen probleem. Dus ik wil wat meer focussen. Oh, sorry. Ik wil wat weer meer focussen op YouTube. En zoals ik al zei, wilde ik graag een beginnen met video reviews te maken. En uiteindelijk dat gaan doen. En nu heb ik het met mijn, ja, hoe zeg je dat, waar ik bij aangesloten zit voor YouTube. Met diegene heb ik het erover gehad. En die vond, ik wilde eerst elke dag gaan doen, maar dat werd een beetje een overkill. Dus ik ga even kijken hoe vaak ik dat per week ga doen. En mijn gewone beauty video's blijven natuurlijk ook gewoon komen. En dit soort video's en make-up tutorials, dus die blijven ook gewoon komen. Verder wou ik het even hebben. Ik kreeg op mijn, even kijken, wat had ik opgenomen? Een look voor werk en school. Daar was een beetje een discussie onder bij de comments. En daar ga ik even wat meer over vertellen, denk ik maar. Ik ga verder geen namen noemen. Ik bedoel, diegene weet precies wie ik bedoel. Diegene die gereageerd heeft. Vond het ook een positieve feedback. En met feedback, ik kan er altijd wat mee. En maar goed, diegene stoorde zich aan het feit dat in die video Francesca erbij was. En het is een meisje van 5 maanden nu. En die brabbelt. Punt. Dat kan je niks aan doen. Die brabbelt gewoon. En het wordt namens een beetje een lange video. Excuses.
die brabbelt gewoon en daar kan je niks aan doen. En vaak zorg ik ervoor dat Hielke op haar kan passen. Dat ik dan even een video kan maken, zoals nu. Maar er zijn ook dagen waarin dat niet lukt. Ik werk 4 dagen in de week. Het zijn dan wel gewoon ochtendjes en tussen de middag een keer, maar ik werk wel. Hielke die werkt in de beveiliging en die werkt ook gewoon zijn uurtjes in de week. Hij draait nachtdiensten en kortom, een meisje hebben of een kindje hebben is gewoon, dat kost gewoon heel veel tijd. Punt. Nu ben ik zowel YouTuber als mama. En soms, en dat was vooral in die video, kan het niet anders dan dat ik film terwijl Francesca erbij is. Ik vind dat helemaal geen probleem en ik maak de video's, dus ik ben degene die dat dan een probleem zou moeten vinden. Zij stoorde zich eraan. Ik heb ook teruggezegd dat ik dat heel vervelend vond dat zij zich eraan stoorde, maar ik kan er niet zo heel veel aan doen. Ik snap dat je je aan stoort omdat ze zo erdoorheen kletst. Maar op dat moment was het niet anders mogelijk dat ik dan die video op dat moment zou doen. Er werd ook gezegd door diegene dat ik anders maar had moeten wachten totdat Hielke er was. Ja, dat had gekund. Maar op dat moment was Hielke ook druk bezig en ik moest een video opnemen. Ik heb geen zeeën van tijd om video's op te nemen. Dat zal ik je gelijk even vertellen. Dus als het voorkomt dat Francesca erbij is, ga ik het hierbij alvast zeggen. Dan heb ik daar gewoon geen tijd voor gehad. Ik moet zeggen, heel veel meiden zeiden ook van, als je er geen tijd voor hebt en ze is erbij, dan is ze er maar. Punt. En dat vond ik wel heel, heel lief. Het is ook gewoon zo. Ik neem een video op wanneer het mij uitkomt, wanneer ik de tijd voor heb. En als daarbij mijn dochter aanwezig is, is dat zo. Dus dat wou ik sowieso even duidelijk maken. Want daar was een beetje een discussie over. En heel veel meiden heel lief reageerden er ook op. Van nou, weet je, het is niet anders. En ze werken allebei. En dat is ook gewoon zo. Wij werken gewoon allebei. Hielke werkt niet fulltime de hele week of wat dan ook. Hij werkt wel fulltime, hij heeft een vast contract. Maar hij werkt niet. Hij is niet 5 dagen in de week van 9 tot 5 aan het werk. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd tijd hebben om, of dat hij altijd tijd heeft om erop op haar te letten omdat ik een video moet opnemen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus daar hou ik ook nu over op. Daar gaan we verder niet meer over hebben. Maar dat wou ik wel even vertellen. Goed, verder. Wat is er nog meer aan de hand? We hebben een appartementje gekocht. Ik had gezegd in mijn shoplog. Ik ben even mijn kwast en zo aan het zoeken hoor. Ik had gezegd in mijn shoplog dat wij aan het kijken waren voor een huisje. En dat wij misschien een huisje wel onder voorbehoud hadden gekocht. Uiteindelijk bleek dat wij minder konden lenen. Maakt het niet uit. We hebben nu een appartementje gekocht. Wij hebben afgelopen donderdag hebben wij het contract getekend. En voor 90% is dat rond. Ja, dus daar kunnen we waarschijnlijk vanaf 1 februari in. Very exciting. Ja. Daar hebben we ook wel allemaal zin in. En het is allemaal leuk. En noem maar op. We konden een heleboel overnemen. Dat gaan we niet doen. Want nee. Maar goed. We gaan dus verhuizen binnenkort. Ja, wat was ik nou allemaal aan doen? Ik raak gewoon kwijt wat ik aan het doen ben. Oké. Ja, dus very, very exciting. Hoe gaat het met jullie? Laat me even in de comments weten hoe het met jullie gaat. Ik wil dat wel graag weten. Of wil dat graag weten. Ik vind het wel leuk om te weten. Ja, verder was dat het wel. Zodra wij erin zitten zal ik een home tour maken. Of course. Het is niet heel groot. Of tenminste voor een appartementje is het heel groot. Maar het is gewoon genoeg voor ons. Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. Wij gaan volgende week woensdag in ondertrouw. Heel exciting. Ook dat.
Want wij willen volgend jaar gaan trouwen in, we hadden bedacht mei, maar we moeten even kijken hoe de gemeente ervoor staat. Ja, erg leuk. Dus we gaan... Wow, als je dat hoort, het is echt heel slecht weer buiten, dus excuses. Ja, dus wij gaan woensdag om 3 uur in ondertrouwen. Exciting! Mocht je omtrent dat trouwens nog video's willen zien, laat me even weten wat voor video's je dan wil zien. Want dat, ik vind dat wel leuk om dat op te nemen natuurlijk. Het is echt een gigantische video aan het worden. Sorry! Ik krijg van jullie ook allemaal zulke verschillende feedbacks. De een zegt, maak kortere video's. De andere zegt, maak langere video's. Come on. Maar ik ben bijna klaar hoor. Ik ga alleen nog even mijn wenkbrauwen doen. Hey, dus dat is very exciting. We gaan, we zijn al druk bezig met kijken en dat soort dingen. Voor duidelijkheid, we gaan in de gemeente trouwen. Ja, want voor de hypotheek heb je een, moet je of een samenlevingscontract hebben of je moet trouwen. Maar ja, we gaan het tweede doen. Dus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga het alvast even afsluiten, want ik ben toch klaar. Zo maak ik me vandaag op. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, sorry dat het een beetje lang is geworden. En vergeet je niet te abonneren. En suggesties voor de video, laat ze maar hieronder achter. En dan ga ik er wat mee doen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doeg!